Aan de oevers van een drukke zijstraat, midden in de voorstad, stond een merkwaardig, onmerkwaardig appartementsgebouw. Het was lang, smal, rechthoekig. Een aards paradijs. Met gepaste trots droeg het met koperkleurige letters op de voorgevel de naam Puerta del Sol. Het was een koude ochtend die dag en Jean-Jacques kwam terug van zijn ochtendwandeling. Hij en zijn vrouw Viviane maakten ondertussen reeds een jaar deel uit van de gesloten, maar toch kleurrijke gemeenschap die in de residentie huis hield. De band tussen de bewoners van Puerta del Sol was niet bepaald uitstekend te noemen. Het eerste appartement op de gang behoorde toe aan enkele studenten die het begrip rust duidelijk niet kenden. Het volgende behoorde toe aan Estrella Borges. Met haar Spaanse afkomst was zij, buiten de naam, het enige Spaanse aan Puerta del Sol. En dan was er nog het appartement van Viviane en Jean-Jacques. Het saaie derde wiel van de verdieping. Zo leek het toch. Chérie, is mijn pakje er? Hier, je pakje is hier. Maar je begint wel een beetje te overdrijven, nu, al uw bestellingen. Vrouwen, hè, kunnen nooit genoeg schoenen hebben. En trouwens, ik heb die nodig om buiten te gaan. Om wat? Om buiten te komen? Je komt amper buiten. Chérie. Wat heb je daar? Een brief. Een brief. Iedereen heeft zo'n brief gekregen op de gang. Tjoh. Van onze huisbaas dan? Ja. Maar iets raar, iets obscuur. Kan er niet gewoon uit. Ja, ga. Beste onderburen. Pero Alberto, sí, le dejan a nosotros. Sí, claro que sí. Het is mij moeilijk uit te drukken in hoeverre het me een eer was om u de afgelopen jaren huis aan te bieden in mijn eigen Puerta del Sol. U was me nogal een gezelschap. Zo kleurrijk, zo apart. Bijna 37 jaar stond ik letterlijk en figuurlijk aan de top van dit mooie gebouw. Maar nu is het tijd om nog hoger op te klimmen. En deze mooie plek onder me te laten. Ik laat jullie het paradijs, beste mensen. Draag er goed zorg voor en geef me jullie tevredenheid in ruil. Laat u niet verleiden door het serpent der hebzucht. Gelooft u mij, de appel is maar half zo zoet als hij lijkt. Calcanda semel via leti. Het beste Mark. Dat is Latijn, denk ik. En wat betekent dat? Ik zou het niet weten, Viviane, ik zou het niet weten. Kan die van hiernaast geen Latijn? Spreekt die dan niet? Hiernaast? Ja. Nee, dat is Spaans. Dat trekt er toch op. Ja, allee. Wat wil je? Espérate, se toca la puerta. Ya, un momentito. Ja? Mevrouw, zeg een keer. Wij vroegen ons af of dat u deze brief al had gelezen. Sir. Pues muchas gracias, cariño. Ciao, ciao. Volgens mijn man betekent de brief dat hij op vakantie gaat naar Madrid. En in Madrid is namelijk een hotel en die noemt Puerta del Sol. Maar dat verklaart toch al die Bijbelse verwijzingen nog niet? En dat Latijn er nog bij? Hij verhuist. Wat? Hij maakt ons gewoon iets wijs. Hij is niet meer van de jongsten, hè. Volgens mij verrast hij. Allee, kijk.
En dan nog dat paradijs. Wat betekent dat? Het penthouse. Het penthouse. Hij verlaat het penthouse. Just me up. En hij laat het aan mij na. Ik vind dat niet eerlijk. Zij heeft toch plaats genoeg met die kinderen van haar? Chérie. Wij mogen toch ook de laatste jaren van ons leven in een beetje luxe spenderen, zeker? Allee, kom aan. Zeg toch, allee, begot, hoe is dat nu mogelijk? Doe iets. Ay, kom aan, zeg iets. Zouden die studenten heel Latijn kennen of studeren of zo? Wij hebben het volste recht op dat penthouse. Ken ik jullie? Ja, we zijn buren van hier een paar deuren verder. Ah, zo. Ja. Heeft u deze brief al gelezen? Ik heb er een onder uw deur geschoven. Nee. We geraken er niet gewoon uit wat hier allemaal geschreven wordt, maar er onderaan staat er het een en het ander in het Latijn en misschien dat jullie Latijn studeren of kennen of weet ik veel. Calcanda semel via leti. Horatius. Carmina 28. Betekent eenmaal moet het pad van de dood betreden worden. Fuck, shit. Wie is in de markt? Mark, doe eens open. Het is dringend. Mark, wij hebben hier wel een mooie brief gekregen allemaal. Maar we zijn een beetje verwacht hoor. We raken er niet aan uit. En dat Latijn. Nu moet je eens eerlijk zeggen. Wat gebeurt er nu met het appartement van Dina Mark? Ik weet het niet. De brief had niets geholpen. De influisteringen van het serpent der hebzucht hadden hun hoofd op hol doen slaan. De eeuwigheid spendeer ik naar mijn wens. Onder mijn aardsparadijs. Mijn